Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees, de vele mensen die warme, liefdevolle berichten zenden, de vele donaties, de aanvragen voor privé-readingen, de verlengingen. Dankjewel daarvoor en natuurlijk ook de vele donaties voor de kittens. Super lief. Dankjewel. Vandaag kreeg ik door om zowel Kipperdek als de Lenormand dek te gebruiken. Dus dat gaan we dan ook doen, hè? Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Dat je gezond mag zijn en gelukkig. Als je nieuw bent, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert. Want dan zit namelijk jouw energie in dit kanaal. Bovendien, als je dan ook nog op het belletje klikt, dan hoef je niks meer te missen. Ik maak namelijk meerdere readingen op een dag. En ik werk ook op zaterdag en op zondag. Zo, dat was Kipperdek. Angels, Archangels, Spirit Guide, Ancestors. Dat mogen wij weten. Voor de kijkers. Deze. Oké, dat is in het midden. Oké. Deze twee kaarten. Je gaat een uitnodiging krijgen. Ik moest even voelen. Je gaat een uitnodiging krijgen. Ergens. Ik weet niet waar naartoe. Even voelen hoor. Waar gaat die uitnodiging over? Uitnodiging lijkt eigenlijk heel ongedwongen. Gewoon met een bekende. Gewoon ergens even iets drinken. Of ja, het lijkt eigenlijk niks voor te stellen. Maar er schuilt veel meer achter. Iemand gaat tijdens dat bakje koffie of dat ijsje of dat happy. Tijdens de lunch gaat deze persoon het een en ander face-to-face tegen je zeggen. Deze persoon heeft gevoelens voor je. Ze zijn er heel zenuwachtig voor wat te vertellen, maar ze gaan het wel doen. Ze willen het face-to-face doen. Dat ze het te precair vinden omdat ja, ze vinden het te belangrijk om dat via een mailtje te doen of via WhatsApp of via Zoom. Ze willen het echt face-to-face doen. Dus je kan binnenkort een uitnodiging verwachten. En dan krijg ik hier labor, hardwerker. Kaart 11, meestergetal. Ik krijg door bij deze kaart dat die persoon die jou dus zeg maar die uitnodiging gaat sturen, dat die keihard aan het werk is. Dat deze persoon niet veel financiële middelen heeft, maar wel tevreden is. Dat deze persoon keer op keer keuzes moet maken op financieel gebied. Maar alles wat deze persoon heeft, dat wil hij graag aan jou, met jou delen. Ondanks dat deze persoon niet zoveel heeft. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. We gaan eens kijken. Vandaag de Beautiful Creatures Tarot kreeg ik door. Angels, Archangels, Spirit Guides en Ancestors mogen wij weten voor onze kijkers. Over deze twee mooie kaarten. Dus die uitnodiging. En iemand die het niet zo breed heeft. Maar wel alles met je zou willen delen. Ik krijg door dat ik de onderste kaart van het deck moet laten zien. Dat is de koning van munten. Het is iemand die heel erg loyaal aan jou is. Dus twijfel niet aan de goede bedoelingen. Voelt ook heel veel passie voor je. Het kan ook dat je te maken hebt met een vuurteken, maar dat hoeft niet.
Of een kreeft krijg ik heel sterk door. Maar dit is dus iemand die loyaal aan je is. Dus twijfel daar niet aan. We hebben de 3 van staven, de 7 van zwaarden en de habit kaart. Dat is een speciale kaart in dit deck, want dit zijn meerdere kaarten. Meer dan 78 kaarten deze tarot deck, daarom heb ik die ook genomen. Ik dacht 80 uit mijn hoofd, maar als ik lieg dan is dat omdat ik me vergis. De 5 van zwaarden, de 5 van bekers, de oordeelkaart en de 10 van staven. Iemand die heel loyaal is. Iemand die heel geduldig is, heel lief, heel warm. Geduldig om de kat uit de boom te kijken. Kijken hoe iets zich gaat ontwikkelen. Dus het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die heel traag is qua actie ondernemen. Maar dat komt, dat heeft een onderliggende oorzaak. Het is iemand die al heel veel mee heeft gemaakt met de 10 van staven. En voornamelijk op het gebied van de liefde, want je ziet hier 2 bloemetjes. En deze persoon die is heel voorzichtig om zijn of haar hart te openen. Dus die kijkt liever de kat uit de boom en die is dus heel rustig. En wil eerst iemand bijna helemaal bestuderen voordat die persoon echt actie onderneemt. Maar die gaat dus uiteindelijk actie richting jou ondernemen. Dat heeft ook met heel veel bedrog te maken. Deze persoon is heel erg loyaal aan zijn of haar vrienden. En daar is nogal eens in het verleden heel veel misbruik van gemaakt. En deze persoon heeft daar natuurlijk vele pijn en lessen van geleerd. Je ziet ook echt gehavend eruit zien. Het had ook met zelfliefde te maken. Deze persoon gaf te veel. En daardoor zag ook alles door, hoe zeg je dat, een roze bril. En vaak was dat te mooi om waar te zijn en bleken het altijd dorens te zijn. Dus deze persoon is gewoon de schade en schande wijzer geworden. Er zijn ook dingen geweest die deze persoon gedaan heeft waar hij of zij nu spijt van heeft. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, spijt ergens van hebben, dat heeft weinig zin, want het is natuurlijk achter de rug. Maar met de oordeelkaart komt er een mogelijkheid. Een mogelijkheid om het een en ander recht te zetten, wat in het verleden... Waar die persoon in het verleden spijt van heeft. Nou weet die persoon wel dat je niet in het verleden nog iets terug kan zetten. Maar in het huidig moment kan je natuurlijk altijd ervoor kiezen om je mogelijkheden te pakken. En je dag in te kleuren met nieuwe dingen, met inspiratie en ook natuurlijk met die loyaliteit. Mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides? Ik word getrokken naar de Romance Angels kaarten. Even kijken welke connectie jullie samen hebben. Het is geen nieuw persoon, hoor ik. Je kent deze persoon eigenlijk niet zo goed op liefdesgebied. Vrienden, hoor ik.
Hou eerst van jezelf. Dat is misschien de levensles die jij nog mag leren, maar deze persoon is daar al heel goed doorheen gegaan. Dus je kunt elkaar daarin ondersteunen en je weet, je begrijpt elkaar daar ook daardoor beter. Je zelfrespect maakt jou veel aantrekkelijker dan dat je nu al bent. Mag je hier nog kaartjes uittrekken? Mag ik nog meer weten, Spirits and Guides? Ja, deze connectie gaat transformeren. Jullie gaan samen groeien en daardoor ook verder transformeren. En dat betekent ook niet alleen verdere groei, verdere voorspoed. Ook spiritualiteit krijg ik bij deze kaart door. Hartchakra, wat beetje voor beetje helemaal open gaat. Dus jullie krijgen ook steeds meer vertrouwen in om naar elkaar toe de hartchakra te openen. Dus dat is heel erg mooi. De lelie. Ik heb het dek of ze komt volgens mij. Ja, dit is een hele pure, spirituele. Ik krijg ook goddelijke connectie. Jullie maken ook heel veel connectie, niet alleen met elkaar op spiritueel gebied, maar ook met spirit zelf. Met overleden dierbaren, met gidsenteam. Ja, een heel spiritueel koppel. En door bepaalde beslissingen samen te nemen op het gebied van de liefde, nummer 6, en zelfliefde, ga je heel veel voorspoed krijgen. Dan mag ik naar een kipperdek. Misschien heb je een bepaalde verwachting van deze persoon. Of heeft deze persoon een bepaalde verwachting van jou. Laat dat los. Want dat is kaart 28. 8 plus 2 is 10. Laat het los. En laat het gewoon als vanzelf gaan. Dus vanzelf. Hoe zeg je dat? Vanzelf groeien. Vanzelf evolueren. Eén van jullie voelt zich vastzitten. Of misschien wel beide. In een bepaalde situatie. Dat kan zijn. Ik hoor voor sommigen zelfs geldgebrek. En voor anderen in een bepaalde connectie of huwelijk. Daar zou je een beslissing over moeten nemen. Want dat is kaart 29, maak 11 en 11 maak 2. Dit kan een gevolg zijn, beter gezegd, omdat je financiële zorgen hebt of dat je in een situatie zit, een relatie of een huwelijk waar je niet zo lekker in zit. Dat kan zo'n reflectie hebben op slechte gezondheid, dat je dus kwaaltjes krijgt, dat je stressgerelateerde zaken voelt in je lichaam. Door deze connectie gaat dat weer terug in balans raken. Gaat jouw chakra's gaan weer geopend worden en kan de boel weer goed gaan doorstromen. Mag ik nog meer weten? Nou, dat is een heel stapeltje kaarten. Als je zegt van, goh, dit resoneert met mij. Ik wil graag weten hoe dit afloopt.
Dan zie ik je zo meteen in de verlenging. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.